Voor ons vandaag wel een belangrijke dag, want wij worden member of the advisory board, zoals dat zo mooi heet. Dus onderdeel van de H2 Hub. Voor hun interessant, want zij zijn zeg maar, van die zuurstof af. En voor ons interessant, omdat die zuurstof die we anders uit de lucht moeten halen, wij nu zeg maar, krijgen aangereikt. En voor ons scheelt dat energie. We staan hier op de rioolwaterzuivering Almelo-Vissendijk. Een van onze locaties waar we het afvalwater zuiveren in ons gebied. Hier op deze locatie zuivert het afvalwater uit het noordelijk deel van Almelo. En het bijzondere van deze locatie is dat we pal naast de waterstofhub in Almelo staan. En dat was voor ons een hele mooie kans om daarop aan te haken. Omdat wij in ons zuiveringsproces heel veel zuurstof gebruiken om het afvalwater te zuiveren. En die zuurstof die produceren we eigenlijk door buitenlucht samen te persen, te comprimeren en dat in ons beluchtingssysteem in te brengen. Nou is het zo dat als je waterstof gaat produceren vanuit water, dan ontstaat daar ook zuurstof, pure zuurstof, die komt vrij. En normaliter wordt daar eigenlijk niet zoveel mee gedaan. En hier hebben we de kans om uiteindelijk straks die pure zuurstof in te gaan zetten in ons afvalwaterzuiveringsproces. Voor ons is ook interessant om te kijken hoe die toepassing werkt, hè? Dat toevoegen van pure zuurstof aan een proces van, ja wij denken dat het goed gaat, maar gaat dat ook goed? Nou, dus daar zit voor ons iets nieuws. Nou, een andere bijkomstigheid is dat wij voor de productie van waterstof moet je water gebruiken, puur water, echt H2O. Als je daar drinkwater voor gaat inzetten, met alle vragen die er nu al zitten rondom de hoeveelheid drinkwater die beschikbaar is hier in Noordoost-Twente of in Twente helemaal, is het misschien een mooie kans om gezuiverd afvalwater verder door te zuiveren tot een grondstof die je uiteindelijk kan gebruiken om waterstof te gaan produceren. In dat deel van het traject, van het onderzoekstraject, spelen wij ook een rol om te kijken of we het gezuiverde water van Almelo-Vissendijk gaan inzetten om uiteindelijk waterstof uit te produceren. Wat wij als belangrijkste doel zien van deze samenwerking is meehelpen aan de innovatie die nodig is om dit zeg maar, een succes te maken. Je gaat met nieuwe technieken werken op een nieuwe manier. Dat is voor ons interessant om te kijken hoe je dat doet. En we vinden het belangrijk dat er ook in Twente een waterstofhub gaat ontstaan. Dus echt een plek waar alles op het gebied van waterstof in de praktijk wordt toegepast.